Herdenken gaat altijd over iets wat gebeurd is. Oudwethouder van Doesburg, Loco Hen, overleed afgelopen dinsdag. Hij is hier te zien op beelden van Doesburg TV tijdens de 4 mei-toespraak in coronatijd. Het moet ons blijven motiveren om op te komen voor de mensenrechten. Voormalig burgemeester Herman Overweg van Doesburg U heeft een in memoriam geschreven over hem. Hij was oudwethouder. Hij zei dat hij langs de zijlijn een waakhond was. Ja, dat heeft hij inderdaad gezegd. Het was ook een man die de gebeurtenissen in de stad nog steeds heel kritisch bleef volgen. Ja, ja want hij stond niet alleen langs de zijlijn. Sterker nog, hij was overal bij betrokken, ook in het bestuur. Het was, dat was een belangrijkste kenmerk eigenlijk. Dus zo'n enorme betrokkenheid bij de stad, waar hij ook erg van hield. En als je een doel had wat hem aansprak, dan was hij bereid zich daar 100% voor in te zetten. Ja, want wat heeft hij betekend voor de Doesburgse gemeenschap? En specifiek ook de Joodse geschiedenis? Nou, hij is natuurlijk in eerste plaats een van de medeoprichters geweest van het 4-5 mei comité. Daar is hij later ook voorzitter van geworden. En hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het vredesmonument van Jan Wolkers. Ja. Dat is uh, wel een hele opvallende prestatie van hem geweest. De nieuwe doen bij het monument Waarom Wolkers? Nou, hij had al heel lang had hij bij het gemeentebestuur aangekaart dat hier een vredesmonument moest komen. Op verschillende plekken in de stad is er herinnering aan de oorlog. Er zijn plakettes, dat is een, een, een kruis uh, voor overleden uh, mensen. Maar hij vond dat er een centraal vredesmonument moest komen. En had hij al een hele tijd had hij daarvoor geijverd. En op een bepaald moment, toen ik hier net was, toen heb ik mijn vriend Willem Raamaker uitgenodigd. Dat is een man die een dik boek geschreven heeft over vredesmonumenten. En aan het eind gaf hij het advies, denk eens aan Wolkers. En het aardige was toen, moet ik je zeggen, dat uh, ik heb gezegd, ja Horus, we hebben uh, 2000 euro beschikbaar, want dat is ooit gulden toen nog. We hebben daar één voorwaarde bij, de klok die naar beneden gekomen is in, op, uh, op 15 april 1945, die moet onderdeel worden van het monument. ons zon, zo'n joekel. Hij zei: kom maar naar Texel, want ik zal je laten zien wat de oplossing is. En toen heeft hij uh, ons laten zien: Loa en wij zijn samen naar uh, Texel gere gereisd. En daar liet hij zien dat hij uh, de klok liet hij een beetje in de grond zakken. En daar zette hij die twee glazen pilaren achter met symbolisch vogels. En toen had hij als, 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 uh, als slagzin. Uh, toen de klok zweeg verschenen de vogels van de vrijheid. En Lodi was ook buitengewoon in zijn nopjes... dat zijn, zijn jarenlange streven op die manier een vorm kreeg. Je zou kunnen zeggen, de klok uh, zwijgt nu uh, uh, voor hem. Hij is overleden. Hoe herinnert u uh, zich uh, Loco in? Nou, in eerste plaats was hij een hele sympathieke man. Ontzettend betrokken. Altijd humor. Uh, ja, het was een loyale man. Het was een, het was een man op wie je kon vertrouwen. Een muzikale man ook begreep ik ja. bij de schuiftrompet of wat dat? Hij speelde zink. Zink? Ja, dat heet zink. Dat is een. Uh, want hij vond bij, mij... bij de Schuttersvereniging. Nou, hij vond mij met mijn voorkeur voor Mozart veel te modern. Ja. Ja. <laughs> en hij uh, was de laatste jaren vooral een waakond van de zijlijn. Uh, noemde hij zichzelf, zegt ja. u? Uh, how, 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 waarom? Nou ja, er zijn hier een aantal dingen gebeurd waar je het niet mee eens was. En ja, af en toe ook gebeurtenissen. Soms waren het incidenten hoor. Zoals, ja, maar dat was wel een pijnlijk incident, vond ik zelf. En hij ook. Namelijk het feit dat de 4 mei-viering tegelijk werd gedaan uh, met de kermis. En daar heeft hij zich ontzettend druk over gemaakt. En daar heeft hij het gemeentebestuur ook stevig over toegesproken. Nou ja, die hebben dat op een bepaald moment uh, ook. Uh, ja, het, het is gebeurd. Het was ook niet, niet bewust gebeurd. Maar ja. Het, het zat hem wel verschrikkelijk hoog. Dus daar heeft hij de nodige stampij over gemaakt. Uh, hij was muzikaal ook, maar had humor, zegt u. Uh, hij kwam ook graag voor de sociaal zwakkeren op. Dat was de rode draad in zijn leven. Allemaal zijn we wachters van de vrijheid.